De schok was groot toen 3 jaar geleden een vrouw in haar eigen woning werd gevonden die al meer dan 10 jaar bleek te zijn overleden. De vrouw had geen familie en niemand had haar overlijden opgemerkt. De gemeente besloot toen om mensen die in een isolement raken of buurtbewoners die niet meer in het openbaar verschijnen sneller te gaan opsporen. Het project dat vandaag is gestart maakt daar onderdeel van uit. Als je ziet dat de gordijnen niet meer open gaan bij de buurman, als je je zorgen maakt over de overburen waar je al zo lang eigenlijk geen beweging meer hebt gezien, dat soort informatie is natuurlijk bij mensen bekend. En wat doen ze daar dan mee? Nou, hier is er een mogelijkheid om dat type zorgen eigenlijk te melden, om daar iets mee te doen. Nou, en dat combineren we dan met signalen die we krijgen van bijvoorbeeld de apotheek, waar geen herhalingsrecepten meer worden opgehaald. Of de bank, hè, als er niet meer wordt gepind bijvoorbeeld. Dat kan allemaal een signaal zijn dat er iets met mensen aan de hand is. Nou, die signalen brengen we bij elkaar en vervolgens kan het wijkteam overgaan tot actie.